vandaag weer een nieuwe video voor jullie. En zoals je vast aan de titel kan zien, gaan wij pakketjes uitpakken. Het zijn perspakketjes, pakketjes die we hebben opgestuurd gekregen. En we hadden er echt een heleboel liggen. Ja. En het leek ons leuk om deze een keer op video uit te pakken samen met jullie. Voordat we verder gaan wil ik nog heel eventjes zeggen dat we op dit moment filmen met natuurlijk licht. En het is een beetje een bewolkte dag. Dus het spijt ons heel erg als het ene moment donker is en dan weer licht. We gaan het proberen zo goed mogelijk te corrigeren. Maar het kan nog wel gebeuren dat het gebeurt terwijl we aan het praten zijn. En verder, misschien valt het jullie op, misschien ook niet, ik denk het wel, dat ons haar anders is. We zijn namelijk laatst in de kapper geweest. En mocht je je afvragen hoe dat allemaal is gegaan die dag, we hebben gevlogd. En dat is onze vorige video, dus check die ook eventjes. Als je hem nog niet hebt gezien dan. Nou, we hebben hier onder andere deze tas allemaal met pakjes. Het voelt voor ons echt een klein beetje als kerst. En wat we dus gaan doen is, we gaan ze uitpakken. Ik kan serieus al een tijdje niet wachten. Ja? We gaan ze dus uitpakken, een beetje bespreken wat erin zit. Maar we gaan ze niet uitgebreid reviewen of iets dergelijks. Maar mocht er nou iets tussen zitten waarvoor je denkt, hé, daar wil ik meer over weten. Laat het dan even weten in de comments. What's inside? Het is zo'n beetje gevaarlijk. Alright, het is van Babor. Een rejuvenating face oil. Dat is altijd heel erg lekker. Sowieso echt een heel mooi merk voor huidverzorging. Het is een lichte verzorgende gezichtsolie. Herstelt met behulp van roosextract het lipiden evenwicht van de huid. Nice. Dat is wel heel erg fijn om huidproducten te krijgen. Het beschermt de huid tegen roodkleuringen en irritaties. Veroorzaakt door kou, wind en luchtdruk. Dus dat is echt perfect voor nu. Alright. Wacht. Essence. Essence is vanaf nu verkrijgbaar bij Ethos. En Essence heeft een speciale trend edition. Zo, kom even niet aan mijn woorden. Het heet de And the Lovely Little Things. Hier alle dingetjes op staan. Ziet er super schattig uit in ieder geval. Oh ja, heel lief. En dat zit ook hierin. Cool. 01 My Crazy Family. En dit is een face palette. Een contour, blush en highlighter, denk ik. Het ziet er echt super mooi uit. Het ziet er wel mooi uit. En het pakken is heel schattig. En die kleuren zien er ook super goed uit. Vooral die highlighter. Wij zijn natuurlijk highlighter fan. En dan hebben we hier, dit is een oogschaduwpaletje. Ook van de And the Lovely Things. Ik vind de verpakking echt heel erg leuk. Oh, ik heb trouwens ook gelijk de prijzen. Deze is €5,99. Die Tara in de hand heeft zijn €4,99. Okay. Dus ja, zoals jullie wel weten, altijd van Essence. Altijd goede prijzen. Ook, dit is een kitty. En ze hebben ook allemaal weer gezichtjes erop. En ook, even kijken, wat is dit? Het is een lipbal. Ik heb hier ook nog stickertjes op je nagels. En ik zie er echt hele leuke oogjes bij zitten. En een nagelveldje. En dat was hem. Plakjes zijn €1,70. De stickers zijn €1,40. En de veldjes zijn €1,60. Hm? Oh, je hebt nog meer. Okay, ja, er zat nog wat bij. En dat is namelijk een pakketje van Ethos. Oh, wauw. Ook ramvol met spulletjes. Er zit ook allemaal Essence. Ja, Lip Go en Wow. Lip Art Palette. Lips Go Wow. Lip Art Palette. Wat we hebben gekregen. Want we hebben hier ook de Metal Shock Sealing Top Coat. Dus Brushed Metals. Het ziet er echt heel mooi uit. En dan heb ik hier Holo Rainbow. Deze ken ik. Deze is echt heel erg mooi. Heb ik hier de Metal Chrome Blush. Ziet er echt super mooi uit. En wat is dit? Een Prismatic Holo Lighter Stick. Nou, er zit echt ontzettend veel in. Ook nog een... Er zit concealer in allemaal verschillende kleurtjes. Dit is de Metal Shock Nail Powder. Dit is van dat poeder zijn die je bij de manicure krijgt. En dat ze het dan zullen opborstelen. En dan heb ik hier nog meer mooie dingetjes. Soft contouring, lip liner, eyeliner en een mooie lipstick in een hele coole paarse kleur. Van Clinique. Een nieuwe Clinique Pop Lip Shadow Cushion Matte Lip Powder. Wow. Er staan twee dingetjes. Ik heb hier een sponsapplicator. En ik heb aan deze kant... De poeder. Ik vind het heel eng om te openen of zo. De applicator. Ik ga eens even kijken of ik het hierop kan doen. Hoe zou dit werken dan? Ja. Hierin zit zeg maar het hulsje. Ik denk gewoon... dat je het gewoon erin moet dippen. Ik ga het gewoon doen, ja? Je kan hem ook dichtdraaien weer. Wacht. Oké. Hij hoort eigenlijk gewoon zelf zo. Alsof het echt iets heel geks is. Kijk. Ja, dit is mooi. Dit is geen poeder hoor. Dit is echt gewoon lipstick. Ja, er staat namelijk dat het verandert. In een gewichtloze poederige finish. Wauw, de kleur is echt super mooi. En je hebt niet eens gedubbeld dipt. En hij dekt echt heel erg mooi. Kost €23. Verkrijgbaar in 8 kleuren. En verkrijgbaar vanaf midden oktober. Oké, dus dat is nu? Ja.
heb ik hier nog een pakketje. Deze zit echt vol. Hij voelt ook een beetje zwaar. We hebben hier de Girls gekregen. Met Jessie op de voorkant. Hello. Dat is echt super nice. Echt een mooie cover ook trouwens. Hele mooie leuk foto. Leuk ook deze kleuren. Met een lolly. Ik denk dat hij bij de Girls hoorde. Hier nog meer mooie dingen. Echt grappig. Dit is weer van Ethos. En we hebben dit toevallig al leren kennen op een event laatst. En we hadden daar een beauty speed date. En toen gingen we allemaal nieuwe merken ontdekken. Of merken die we al kennen. En dan de nieuwe producten. En daar zat Ethos ook bij met deze lijn. En dit is de Botanical Boost Limited Edition lijn. Met rosemary en fig. En dit is de bijbehorende fragrance sticks. Super die lekker. Die is echt nice. En we hebben hier een massageolie. Oeh. Een handcreme. Badvissers. En deze geur is wel echt heel lekker. Ik vind hem ook wel heel erg herfstig. Omdat hij een beetje zoet is, maar niet te zoet. En hij is zeg maar kerstig, maar niet te kerstig. En dan heb ik hier van de Kruidvat ook een hele mooie lijn. En deze heet Spa Secrets. Ruikt naar white lotus en sesame oil. Dat lijkt me heel bijzonder. White lotus vind ik altijd wel heel lekker. Je ruikt niet echt heel veel hier. Nee, een beetje poederig. Een beetje baby eigenlijk vind ik hem. Body gel in oil. Oh, deze ruikt lekker. Hier ruikt heel goed die white lotus geur vind ik. Ja, het heeft de frisheid van een gel met de rijke verzorging van een crème gecombineerd. En wordt snel opgenomen. En in deze hele set heb je ook meer producten. Dus de shower foam, de shower milk, de rice body scrub, de body gel in oil en de body milk spray. Dat vind ik ook heel erg bijzonder. Oeh, Revolution. Dat is ook wel een heel mooi merk. En dit is de Ultra Professional Corrector Palette met verschillende kleuren. Die je dus kan gebruiken voor je wallen en andere dingen wallen, die je wilt. Onzuiverheden. Die je wilt verdoezelen. Wauw, het is wel een mooie grootte. Oeh, super veel zit erop. Wat zou die witte dan zijn? Lekker groot spiegeltje. Ja, ik ben zelf wel heel erg into concealers, omdat ik wel last heb van donkere kringen. Maar met deze, dat vind ik altijd een beetje lastig of zo. Ik heb niet het idee dat ik zeg maar vlekjes groen kan maken, zeg maar puistjes en zo. En onder mijn oog rood en daarna nog een foundation eroverheen zonder dat dat er weer doorheen schijnt. Ja, vind ik ook. Misschien omdat mijn foundations niet dekkend genoeg zijn of... Ik weet niet, ik hou niet heel erg van heel veel make-up. Ik heb liever less is more. Maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd of het goed is. Het ziet er wel echt super mooi uit in ieder geval. We zijn nog niet klaar met Revolution. Ik heb hier ook een gloss lip kit. De pakking doet mij een beetje denken aan de... Kylie lip kit, ja, denk ik. Het heet ook echt een lip kit. Dus ik denk dat ze er wel echt zeker op geïnspireerd zijn. Een lip liner. En een liquid lipstick. Maar het is echt een gloss. Het is zeg maar een gloss, maar wel met heel veel kleur. Maar deze heeft wel echt heel veel pigment. Ja. En de kleur is denk ik ook wel heel erg mooi. Heel mooi. En ze noemen de kleur original. En dan als laatste nog twee dingetjes van Rimmel. Een Wonderfully Real. Oh, mascara met keratine erin. Oké. Okay. Dus dat heb je normaal gesproken wel vaak in haarproducten en dergelijke. Maar je wimpers zijn natuurlijk ook haar. Oh, het borstel vind ik heel erg mooi. Ziet er heel goed uit. En dan heb ik hier ook nog de Wonder Wing Eyeliner Stift. Oh, die ziet ook heel cool uit. Die punt. Bam. Wauw. Van deze twee producten kunnen we even niet een persbericht vinden. Dus ik heb eventjes niet bij prijzen erbij, meer info en dergelijke. Deze zien er wel echt super veelbelovend uit. Ik ga nu voor het kleine pak. Ah, zag je dat? Ja, dat was bijna mijn hand. Bobbi Brown. Luxe Eyeshadow Rich Metal. En ik heb hier de kleur High Octane. En ik overheat het. Oeh. Wauw. Dit is echt een hele mooie metal paarse kleur met een soort van metallic roze finish weer eroverheen. En dit is echt gewoon puur goud. 24 karaat. Heel mooi. Echt, ik wil hem eigenlijk aanraken, maar tegelijkertijd heb ik zoiets van misschien moeten we hem laten. Kijk hoe schattig dit is. Ja. Nou, tussen al die make-up hebben we ook een pakje liggen waarvan we wel zeker weten van dat is geen make-up. Dus we gaan het eventjes afwisselen. Dit is een pakketje van Ivy Revel. En we hebben daar een keer eerder al iets van ontvangen en daar waren we super blij mee. Dus we mochten nog iets nieuws uitzoeken. Oeh. Oh ja, deze is van mij. Kijk, deze is nog voor mij en deze is voor jou dan, denk ik. Ik zag deze in de webshop staan en ik dacht, yes, dat wil ik wel proberen. Het is een hele mooie rode fluwelen, of hoe heet dat spul, broek. Een joggingsbroekje. Nice and silky. Oh, ik vind het zo'n mooie herfstkleur. Dat is niet normaal. Mooi, ja. Hij heeft zakjes, wat ik heel erg fijn vind aan de voorkant. Ik heb een emmetje gekozen. Ziet er goed uit, hè? Ja, denk ik. Ik wil hem niet te strak hebben, want dan voelt me altijd... Ja, nee, dat gaat niet echt goed staan. Heb ik hier wat kleins, namelijk een accessoire. Het zijn drie oorbellen.
En het idee is dan dat je één van deze oorbellen, die gaat over je oorschelp. Ander, die zit, even kijken, die zit dan eronder heel lang. En de ander gaat in je andere oor. En het zijn dus wel, je hebt wel 3 oorgaatjes ervoor nodig, maar dat heb ik. En dan doe je gewoon deze hier erin. En dan met dit haakje, haak je hem naar boven en die andere gaat naar beneden. Dus heb je echt zo'n, eigenlijk is het best wel misschien een beetje oldschool, een beetje Lady Gaga-achtig. Toen de tijd, maar ik vond het heel mooi. Dus als je gewoon een simpele outfit aan hebt, dan kan je gewoon daarmee helemaal blinging zijn. Oeh, wauw. Het voelt wel lekker chill. Lekker zacht, ja. Het is volgens mij een sweaterdress of een sweater die je als... jurk kan dragen? Ja, als je zeg maar klein bent, dat je die als jurk kan dragen. Ik krijg die trui in mijn gezicht. Sorry. Heel basic modelletje. Loopt hij nou uit of niet? Of is hij gewoon een recht? Ik weet het niet. Hij is recht. Hij hoort als het goed is recht te zijn. Nou, ik vind het helemaal leuk. Dus super bedankt. Ik ga dit zeker even snel stylen. En ik heb een blouseje. En het is een beetje lastig te zien nu. Maar hij heeft eigenlijk een soort van jokertje. En dan de mouwtjes die lopen weer lichtjes uit. Het lijkt me wel een heel mooi blouseje. En ik hoop echt dat hij past. Oké, dit is een doos waar staat op breekbaar. Of yes. Voorzichtig of wat dan ook. Struggling. Wat is dit? Wow. Dit is een adventkalender. Oh, leuk. Zo. En een grote. Momenteel zie je echt steeds vaker van verschillende merken en verschillende dingen adventskalenders in de winkels liggen. En dat vind ik gewoon super leuk. Laatst kwam ik online, ik weet niet precies waar, volgens mij via Facebook, kwam ik een adventskalender tegen met verschillende biertjes. Ja, en ook met kaas. Maar goed, dat zit dus hier niet in. Dit is Maar ik heb 2 dozen. Ik heb hier de grote. Het is een premium adventkalender in de stijl van een kast met 24 luidjes gevuld met schoonheidsschatten. In elk laadje zit een geur, een handcreme of misschien wel het geheim van een jeugdige huid. Als ik even op het plaatje als ik hem kijk, zien de minis er ook echt super mooi uit. Dus ik heb het dan niet over lelijke setjes, maar echt mooie minis mooie die je gewoon fles mee op reis kan nemen bijvoorbeeld. Tadaa! Oeh! Heel leuk, het is een soort van mini ladekastje. Oh, dat gaat wel. En het is allemaal apart verpakt. Wauw, hoe zou dat ingepakt? Zou die handwerk zijn? Het is allemaal echt gewoon helemaal in een papiertje gedaan. Super mooi ingepakt. Kijk, hier is even eentje. Wat is dit? Oil make-up remover. Wow, dat is echt super handig. Vanaf oktober verkrijgbaar dus gewoon momenteel. En hij kost €100. En dan krijg je dus 24 verschillende minis in verschillende producten. Ja, het is een hele leuke manier om dus nieuwe producten te leren kennen. En het is heel erg leuk om als cadeau te geven. Ja. En dan hebben we er nog één. Deze kalender bevat talloze onweerstaanbare producten die alle liefhebbers van L'Occitane huidverzorgingsproducten zullen verrukken. Deze kost €49. Oké. Okay. Dus deze is de helft goedkoper. Deze gaat ook weer zo open met zo'n leuke strik. Oh, hij is heel leuk. Ik laat hem nog eventjes dicht inderdaad. Maar ik vind ze allebei heel erg leuk. En de ene is gewoon voor als je wat meer budget hebt. Ja. Deze van als je iets minder hebt te besteden. En als je dus eigenlijk al stiekem wilt spieken wat erin zit voordat je zeg maar cadeau geeft, dan staat het ook op de achterkant. Volgende pakket is van Benefit, een van onze favorietjes. We hebben laatst onze wenkbrauwen gedaan. Daar hebben we ook een vlog van gemaakt. Dat heette de wenkbrauwen en donuts proeven vlog, geloof ja, ik. Ja, klopt. En we zetten hem al even ietsje neer. En toen mochten we ook de producten die op ons waren gebruikt, die mochten we ook ontvangen thuis. Ja. Onder andere een brow pencil. Kleur nummer 6. Die is best wel donker. Dat is een van de donkerste. Dat is eigenlijk de donkerste kleur. Dan heb ik hier de Dandelion Twinkle. Dat is echt een super mooie highlighter. En hij heeft een beetje een peachy kleur. En hij smelt helemaal in de huid. En dan ja, geeft een hele mooie glow. Voor duidelijkheid, het zijn geen nieuwe producten van Benefit. Nee. Deze zitten al gewoon in het assortiment. Dus waarschijnlijk, ja, of een grote kans dat je ze misschien al kent. Ik heb bijvoorbeeld gekozen voor de Huda Light. We zijn helemaal fan van de gewone Huda. Ik heb daar laatst geweldig pan mee geraakt. En dat gebeurt zelden. En de Huda Light is net wat lichter. We hebben hier 2 kleurtjes van de Hello Flawless Foundation. Je gebruikt eigenlijk gewoon concealer en dan die als poeder. Maar hij dekt gewoon wel heel goed. En als je echt zoiets hebt voor dagen van ik heb extra coverage nodig. Dan kan je natuurlijk ook foundation en een foundation poeder gebruiken. Maar het wordt niet zo poederig op je gezicht. Want hij smelt er een beetje in. En als laatste heb ik ook nog de Cabrow. Dat is een cream gel brow. En deze heb ik hiervoor al gehad in een verkeerde kleur. En nu heb ik hem in de juiste kleur. Dus deze is net wat koeler en wat donkerder. En nu ik zeg maar echt ja, bruine haar heb, vond ik het gewoon een betere match. En dit is de Chloe Absolue, de parfum. En ik vind het geurtje, de laatste keer had ik volgens mij heet die gewoon Chloe. Die vond ik echt super lekker en die is alweer op. Oeh, dit is hetzelfde soort flesje, maar net iets ander strikje en kleur van de parfum, hè?
Net wat warmer. Ik vind hem heel erg lekker. Ja, het is niet 100% mijn geur, maar hij is wel, die geuren zijn altijd wel echt heel erg lekker. Heel lekker. Ik zit er ook alweer thuis aan te denken om weer een parfum stapelreview op onze blog te doen. En als je niet weet wat het inhoudt, dat is zeg maar een artikel waarin we een aantal parfums zeg maar tegelijk in één artikel reviewen. Dus in dat artikel kan je dan gelijk, ik noem maar wat, 5 verschillende parfums zien. Zodat je een beetje kan weten van, nou, dit is misschien wat voor mij en wat niet. En dat vind ik in deze tijd ook wel heel erg fijn, omdat je misschien een geurtje wil geven met Sinterklaas, kerst of iemands verjaardag natuurlijk. Dus laat me even weten als jullie het ook fijn vinden om parfum review te zien. Want dan kunnen we misschien deze ook daarin verwerken. Volgende pakje. En dit zijn allemaal spulletjes van Bourjois. Het is de Rouge Velvet de Lipstick. Die hebben we in verschillende kleurtjes zo te zien. Nou, in heel veel verschillende kleurtjes. Oeh. Heel creamy. Heel mooi. Dit is 010. Oeh. Zo. Dit is nummer 03. Wauw. Oh, die vind ik misschien nog iets mooier. Die is iets minder. Hij is iets warmer of zo. Ja. Of iets donkerder. Hier nummer 06. Ja. Oeh. Pigment voor deze is ook wel heel erg goed. En dan hebben we hier twee klassieke rode. Ik zal eerst even de meest fel rode. Wauw. Die is ook heel erg mooi. Maar de kleuren zijn wel heel erg mooi. Ik kan me voorstellen dat ze echt wel echt velvety aanvoelen. Zoals het belooft, denk ik. En dan heb ik hier Air Matte Undetectable Matte Finish Foundation in beige. En dan heb ik wat erbij hoort. Air Matte. Ik weet niet zo goed waarom het Air Matte heet. Het zal wel heel luchtig zijn. Fresh and lightweight matte finish. As light as air. En een poeder die ook zo light as air is. En mat. Daarom heet die Air Mat. Oké. Okay. Weet ik niet helemaal zeker. Maar het ziet er goed uit. Volgens mij dekt hij best wel goed al. Wat ik nu even op het eerste gezicht even snel zie. Nou, alle pakjes die we hadden liggen, die hebben we inmiddels opengemaakt. En we willen het bedrijf heel erg bedanken voor het toesturen hiervan. We kunnen echt niet wachten om alles te proberen eigenlijk. Dus mocht je nogmaals iets hebben gezien in deze video van je hebt, daar wil ik heel graag een review over zien. Laat eventjes weten in de comments en dan kunnen we dat wellicht terug laten komen op onze blog om daar nog eventjes wat dieper op in te gaan. En we hopen dat jullie het leuk vonden om deze pakjes uit te pakken video. Dat is eigenlijk onze eerste soort video op deze manier. Laat vooral eventjes een duimpje omhoog achter als je hem weer gezellig vond en vergeet je ook zeker niet om je te abonneren op ons kanaal. En dan zien we je heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.